kwestie van de tweede door van de maand februari. Toen het nog koud was, maakten Amsterdammers zich druk over het al dan niet doorgaan van hun eigen schaatsrace op de Keizersgracht. En ook in dit geval geldt, Amsterdammers hebben altijd wat te zeiken. Zijn onze rayonhoofden ook al bij elkaar gekomen? Nou, in Amsterdam hebben we geen 22 rayonhoofden, maar hebben er eigenlijk maar eentje. En dat is Wim Bonen. Als ik morgen groen licht krijg van de gemeente, ja, dan mik ik toch op vrijdag of zaterdagavond. Daar zijn we toch Amsterdam voor om dit toch mooi te vinden? Ja. Nee, dat is hier. Hier gaan we voor, hier gaan we echt voor. Wat een kutijs! De ijsgekte heerste de tv en dus besteedt Nieuwsuur aandacht aan de zoektocht naar de locatie voor het Nederlands kampioenschap op natuurijs. Slapstick maakt het item iets draaglijker. De oude winnaars hier op het ijs, dat was Jos Nieste, Dolle Dries en jouw vader, Jeen van... Hilbert heb je toch ook... Hilbert van der Duim, ja, het NK. Ja. Nee joh, dit is het heilige ijs van Eernewoude. Maar ja, we kunnen er vandaag niet veel mee. Nee, maar dat komt wel weer. Opwinding in het Friese dorp Eernewoude. De plaatselijke ijsclub organiseert er morgen een toertocht. Man bij het hond volgt twee vrienden uit Eindhoven, Michel en Eddie. Ze noemen zichzelf de bosjesmannen, omdat zij pure specialisten zijn op het gebied van survival in de Hollandse natuur. En met name de struggle om aan voedsel te komen is verschrikkelijk zwaar. Bessenbedden of larven, die zijn eetbaar. En in geval van nood moet je alles aangrijpen wat je kan vinden. Ja. In de wortels van de lisdollen ga ik hem even uit de grond trekken. Nee, jammer. Kijk eens wat ik meegebracht heb. Oh. Oh, dat zal wel smaken, een mooi haasje. Ja, als je echt op survival bent en je hebt niks en je hebt een week niet gegeten en je vindt of je vangt een haasje, dan eet je hem denk ik graag op. Dus. We hebben eigenlijk nog nooit haas gegeten. Nee. Wel konijn en kip, maar haas nog niet. Ja, haas is nieuw. En die haas die zal nog wel even duren, nog een paar uur denk ik, voordat hij helemaal door en door gaar is. Dan stel ik voor dat we vast aan de hamburgers beginnen. In Blauwbloed geeft de gids een rondleiding door het paleis van koning Willem II, waar hij woonde met de Russische vrouw Anna Paulowna. Als de dienstmeisjes ter sprake komen, zegt de gids iets wat ze hopelijk zelf ook niet gelooft. Hier staan we bij het schilderij van koning Willem II. Hij kreeg het paleisje van zijn vader omdat hij in Rusland trouwde met de Russische tsarendochter Anna Paulowna. Hier zijn we in de balzaal. Als je naar het prachtige cassetteplafond kijkt, dan verwacht je eigenlijk niet dat hierboven nog een verdieping zit. Maar daar sliepen de Russische dienstmeisjes. Koning Willem II ging heel graag naar die meisjes toe. Waarschijnlijk om Russisch te leren. Frans Bauer vertelt in Koffiemax over een nieuw programma dat hij gaat maken, de Zigeunernacht. En hiervoor gaat hij volgens een oude familietraditie door Europa trekken. En blijkbaar is het bij de Bauers ook traditie om het werkwoord reizen op geheel eigen wijze te verbasteren. Jij krijgt een nieuw programma. Ja. De Zigeunernacht. De Zigeunernacht. Vertel er eens iets meer over. Ja, het is een programma waar ik gasten mee ga nemen. En dat gaan we doen op een traditionele bouwmanier, zoals mijn opa ook rondrees. Dat mijn opa rees rond in een caravan. Ja. En die rees dan van stad tot stad en zochten daar werk. Ja. Maar mijn opa was iemand die gewoon langs de deur rees. En op de manier zoals wij vroeger ook rondrezen. Zoals mijn opa rondrees. Op de website dumpert.nl staan beelden van de supportersrel in Amsterdam, voorafgaand aan Ajax Manchester United. En hieruit volgt één belangrijke les. Zeg nooit pannenkoek tegen een agent, want dan grijpt de politie echt in. Hardy Mens is echt zo'n man die niet van onduidelijke prietpraat houdt. Daarom een tip voor Hardy: boek een recensent Charles Huiskens niet meer uitnodigen. Ons feilbare denken van Daniel Kahneman. Ja, ik ga jou aanbieden een bedje en een balletje. En dat doe ik voor de prijs van 1,10 euro. Het bedje is 1 euro duurder dan het balletje. Wat kost het balletje? Een dubbeltje. Iedereen zegt een dubbeltje. Maar dat kan niet, want dan kost het bedje 1,10 euro. En het balletje, een dubbeltje, is 1,20 euro. Toch? De Lommert is een bedrijf waar je goederen in onderpand geeft voor geld. In Amerika hebben ze daar een reality soap op. En dat betekent voor één klant een absolute reality check.
I don't know whether it was brought in like that or not. It was a year ago. My man! It was my a year ago! It was a year ago! The man that so told me! Screaming. Stop! The man stop that told me! Stop yelling! Don't say that with these stupid motherfuckers! Yeah, I'm from the South! But now talking to my dad in this bitch, because I'll tear this bitch up! Because I'm talking right! I got too much sense for they stupid ass! I'm smarter than that! I'm book smart! I'm not stupid at all! Too much sense for they stupid ass! Too much sense! En het mooiste meisje van de klas beschrijft hoofdfiguur Lea aan oud-collega een gepassioneerde nacht uit het verleden. Alvast sorry voor onze dirty mind. Maar als Lea de zin zegt, hij kon waanzinnig puntje, 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 dan hadden wij toch iets spannenders verwacht. Ik geloof dat ik één keer door Lea echt verleid ben. En toen hebben we daar een waanzinnige avond gehad. Ja, het was ook een tijd dat we veel dronken en rookten en zo. Dus wat weet ik er nog van? We zijn samen in bad geweest. We zijn samen in een bed beland. Ik ben er de hele nacht geweest uiteindelijk. En de rest kan je raden. Ja. Hij bleek echt waanzinnig piano te spelen. Om op Gelderland laat zien hoe de brandweer bezig is met het blussen van een huis. Om het vuur te kunnen bereiken, moeten de ramen op de bovenste verdieping worden ingegooid met een steen. En daarvoor moet je natuurlijk wel een beetje sterk zijn. Ik heb zondag is het altijd verborgen. Hans Spekman geïrriteerd geraakt door een filmpje met Rita Verdonk. Grimmige sfeer in de studio, maar gelukkig haalt oud-politicus Onno Ruding met een dodelijk beschaafd grapje de kou uit de lucht. Morgen. Praat u ook soms met ze? Ja, ik praat wel met de beesten, ja. Kijk je achter de schermen van hoe het hier in de Nederlandse politiek gaat? Nou ja, wat er pas gebeurd is met Job Cohen. Spekman die schoffelt hem helemaal... onder het vloerkleed. Ja, meneer Spekman, mevrouw Verdonk zegt dat u Cohen onder het vloerkleed heeft geschoffeld. Ja, hoe durft ze te zeggen? Die vrouw die heeft het niet helemaal op een rijtje. Ik kan niet zeg maar, tegen laaghartige, ongefundeerde, onbewezen cretologie. Daar word ik gek van. Ik sprak u... De troost is dat misschien alleen haar kippen nog naar haar luisteren. Dus ik zou me niet zo'n zorgen maken, hoor. Op de huishoudbeurs is het voor tv-makers elk jaar weer prijsschieten. Hier een man in een rolstoel met bouwkeethumor. Dat zijn verbitterde huisvrouwen. Nee, niet verbitterd. Ja. Als huisvrouw. Oh, maar ik ben niet alleen huisvrouw. En jij lijkt verbitterd, zij niet. Ha? Ik ben de vrolijke huisvrouw dan. Ja, en ik de verbitterde werkende vrouw. Ben ik huisvrouw? Nee, gelukkig niet. Invalide. Is dat bijna hetzelfde of niet? U kent ze wel, van die enthousiaste voetbalcommentatoren die bij een doelpunt een zeer lang gered goal laten horen. Vooral Zuid-Amerikanen en Italianen zijn er goed in, maar in het Arabisch klinkt het ook prima. Cristiano Ronaldo, Allah! Ja. Meer voetbal. Liverpool won dit weekend de finale van de Engelse League Cup. Tot groot ongecontroleerd genoegen van deze jonge fan. His desire, his hunger to go back in there and turn the club around. And it has been a long time for a football club of Liverpool's standards to go without a trophy. And it now looks as if they're back on track. You know, he is so... But does he mind? No, doesn't he? Dan, omdat het melige maandag is, tijd voor onbedoelde woordgrapjes. In het programma Ter Zaken geeft een deskundig commentaar op de bemiddeling in het Syrië-conflict door Kofi Annan. We praten erover verder met Brigitte Hermans, Midden-Oosten-specialiste van Pax Christi en Broederlijk Delen. Maar de diplomatie krijgt nu verder het woord. En mevrouw Hermans, Kofi Annan wordt nu de hoogste eigenlijk in de wereld. Wat is de kans dat hij resultaat kan boeken? Dat is koffiedik kijken natuurlijk. Meer onbedoelde woordgrapjes, ditmaal in het AVRO-programma Wie is de Mol? Links. Ja. Nee, en stop. Terug. Ja. Nee, andere kant. Links naar rechts. Nou, je bent gewoon in paniek, weet je wel. En ik zag gewoon
aan het einde zag ik volgens mij een doodlopend stuk. En toen bleek ik daar nog links door te kunnen. Ja, echt balen. En van melige woordgrapjes is het een kleine stap naar dubbelzinnige woordgrapjes. Ditmaal zeker niet onbedoeld. In Het Mooiste Meisje van de Klas treffen twee oude geliefden elkaar. Een gordijntje vroeg je mij verkering. Weet je dat nog? Toen zei je, ik ook op jou. Ja. Maar het mag niet vanwege Mario. Nou, wat lief van mij. Ja, maar 5 minuten later ga je mee naar huis. Ik heb nog mooie schoenen van mijn opa. Oh, dat was het, ja. Schoenen van mijn opa. Ja, ik dacht dat het om de poes ging. Dat ik je de poes wilde laten zien. Ja, we hebben wel later de poes gehaald. Ja, die hebben we zeker gehaald. Ja. In het jeugdjournaal. Jan, ik zie je langzaam zakken zo, hè? Ja. Nee, ik denk aan mijn hondje. Oké, okay. Oh, dat komt zo. Nou. In het jeugdjournaal kijken basisschoolleerlingen naar een filmpje van een jongen die 11 vreemde talen spreekt. In de klas zit ook een talenwonder. I'm Alex, I'm 20 years old, I'm from London, y yo parlo 11 lenguas. Deze kinderen spreken trouwens ook wel zo hun talen. Yo hablo español porque mi padre y madre son españoles. Daar leert mijn mama en papa van het schoolleren. Het kelle in mijn Arabi. Ik weet wel wat je zegt als, iets, als je zegt bedankt in het Spaans. Het is merci. In het Frans bedoel je? Nee, in Spaans. Zaterdagochtend betekent bij de BBC lekker kletsen over koken in een kitschdecor. Kabbel de babbel, totdat presentator James Martin het Engelse woord dish moet uitspreken. More of Rick Stein's food heroes. He's on his way to a garlic festival on the Isle of Wight today. Okay, well, let's add the cider now, which is the sort of splendid addition to this dish. And I'd serve it with some early sprouting broccoli and some sauté potatoes, and that's it. Delicious-looking dick from... sorry about that. Delicious-looking dish from Rick there. Het onvredelijke tv-duidoverfragment van vandaag. Vroeger was alles beter op tv, want toen had je 's nachts het legendarische programma van Christine. Christine Live. En het legendarische zat hem vooral in de geweldige optredens. Hier is paaldanseres Shak. De Britse talkshow-host Graham Norton heeft foto's opgezocht van rare tatoeages. En die zijn altijd gekker dan je denkt. Here are some pictures of people who they really know the true meaning of the word regret. Like, look at this one. Yeah. There's one thing you regret. Yeah, so a tattooist that couldn't spell. Here's a dolphin and a unicorn together. Look at that. A mockery of the rainbow, doesn't it? But now, you do think, a tattoo of a cat. No one's gonna be offended by a tattoo of a cat. I've got a feeling unless you get it like this. Who would do that? In Memories ontmoet Anja na lange tijd haar buitenlandse vriend Marcel weer. Anja spreekt de taal der liefde vloeiend, maar Engels is een heel ander verhaal. Ik zie wel iemand staan, maar nu herken ik hem wel. I can't find words, so actually. Ik ben ook even een beetje stil, hè? I'm still too. Hetzelfde programma volgt twee jonge mannen die bekend willen worden naar een fotoshoot. En de fotograaf klinkt als iemand die alles uitstekend op een rijtje heeft. Wat staat er vandaag op het programma, Harry? Mooie foto's maken voor de portfolio. Dus. Voor de? Voor de portfolio, voor de foto's voor het castingsbureau is dat. Oké. Het is natuurlijk heel belangrijk om goede foto's te hebben, want de klant kijkt natuurlijk naar goede foto's. Dus. Goedemorgen. Goedemorgen. We hadden een afspraak gemaakt voor wat fotootjes voor jullie website. Klopt, dus leuk. Laten we gewoon aan de gang gaan, doe je jas uit. Ja. En moeten jullie ook samen nog op de foto of alleen gewoon met z'n tweetjes? Het onvergetelijke tv-daardoor-fragment van vandaag. Joop Braakhekken vertelt in Max en Katerien over een ongeluk met zijn auto. En behalve de nare herinnering komt er bij Joop nog meer naar boven.
Want het ongeluk, dat wil ik wel bij jou bekennen, kwam omdat ik toch even zo stiekem aan dat telefoontje te drukken. Later, twee dagen later, stond in de Telegraaf hoe gevaarlijk of het is. En ik wil iedereen toch nog eens zeggen dat het gevaarlijk is. Om want te bellen raakt, als je aan het sturen bent. Absoluut, ja. Want je raakt de concentratie van het verkeer kwijt. Dat krijg je met champagne, schat. Ik raak er nog.